Hier, bij het monument Kuitse Joden, herdenken we de 13 Joodse medeburgers die tijdens de bezettingsjaren zijn gedeporteerd en omgebracht. We vangen de herdenking aan met een minuut stilte. Mag ik uitnodigen de heer en mevrouw Seules voor het leggen van een krans namens het gemeentebestuur van Kuik. De vereniging Oud-Militaire Kuik. Het comité herdenking en bezinning Kuik. Mag ik Sienne en Margit uitnodigen om namens school de Harlekijn een bloemstuk te wensen? De werkgroep Gezamenlijke Kerken. Mag ik de heer Katerhoesnik uitnodigen voor het uitspreken van het ISCO? Ermale Rachamim, de Sokhen Bamronim, Antenne Mohammed van Atah, de Tanjaskina, de Malon Bushim, de Theorie, de Zora Rafir Mazirim, het 60 miljoenen Athene, de Athene, de Israël als Bushim. Het Bushim, de Theorie, de Shemer Bu, de Shemistatu, de Shemisrefu, de Shemirbeku, de Shemikiku, Haim, de Mispu al Kidush Hashem. בידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים. באושוויץ, ברגן בלזן, דכאו, מיידנר, מאוטהאוזן, סוביבור, טרזרשטאט, טרבלינקה, שטוטוף ושאר מחנות ההשמדה בגלות אירופה. בעבור שאנו בניהם ובנותיהם וכל הקהל מתפללים לעילוי נשמתם. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמי. ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, וגן עדן תהיה מנוחתם, ונאמר אמן. מה הייתי בטח עוד איפה צור שאין נור לגבי בו פלאצה ולגיאסטים? Ik wil u verder nog even op het hart drukken het karakter van de tocht die we zo meteen gaan houden. Het is een stille tocht. Welkom. In Nederland herdenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en in Zuidoost-Azië. Sinds 1961 herdenken we ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog. U koos een pad om hier aanwezig te zijn. Maar wat is het? Het juiste pad. Als je nu eens vergeet dat je weet hoe het afloopt, hoe alles is gegaan, de winnaars en verliezen, zou je het kiezen, het juiste pad? Keuzes die we maken, ingegeven door omstandigheden die ons overkomen. Mag ik Iva van School de Harlekijn uitnodigen voor het gedicht Hoop. Hoop is dat alles goed gaat.
dat het leven niet vergaat. Dat alles goed gaat. Dat het leven niet vergaat. Dat alles ooit nog goed komt. Dat het leven je tegemoet komt. Het verlangen van het leven. Dat je iedereen liefde kan geven. Dat je nooit meer bang hoeft te zijn om te lijden van het leven. Mag ik Leon uitnodigen om zijn gedicht voor te lezen? In tijden van verraad, in de tijd van verdriet, word je vaak kwaad omdat je jezelf niet meer ziet. In een oorlog ben je bang, een oorlog duurt vaak lang. Soms word je gek van de eenzaamheid, als je van de pijn lijdt. Angst zit verstopt in iedereen. Daarom ben je nooit alleen. Dood zit in het leven, zodat je niet toe wilt geven. Dood doet vooral pijn in je hart, dan wordt het in je gedachten zwart. Het is tijd, ze komen eraan. In deze tijden zullen veel mensen weggaan. Ik dacht, als je nu niet gaat, dan is het te laat. Ik ging er vandoor, zonder te denken wie ik verloor. Mij kan niks gebeuren, ik ben gevlucht. Ik zit hier een beetje te treuren, want nu ben ik alleen, zonder mijn familie om me heen. Ik wil naar ze toe, maar ik weet niet hoe. Ik verloor de moed, hopelijk komt dit nog goed. Mag ik Jesse uitnodigen om zijn gedicht voor te lezen? In de tijden van verlies heb je heel erg veel verdriet. In de tijden van veel pijn is het moeilijk om jezelf te zijn. Het maakt niet meer uit wat je ziet. Want je zit verstopt in je verdriet. In de tijden van oorlog ben je vaak boos. Dan is er iets mis. Dan is er iets loos. Oorlog begon lang geleden in de geschiedenis. Er ging toen iets fout. Er ging toen iets mis. De oorlog is klaar. Maar je voelt je nog steeds naar. Mentaal of fysiek. Je voelt je nog steeds ziek.
Max met zijn naam om. Derde zoon van een knilmilitair. Die maart 1951 voet aan wal zette in Rotterdam. Kort daarna ben ik geboren in kamp Schattenberg in Westerbork. In een van de barakken waar veel Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog verbleven. Wachtend op transport naar vernietigingskampen, elders in Europa. Pas jaren later kwam ik tot het besef dat ik was geboren in het voorportaal van de dood. Nu woon ik al meer dan 60 jaar in het Brabantse Kuip. En wil ik vandaag, bijna 80 jaar na de bevrijding van Brabant 1944, stilstaan bij Brabantse verhalen in oorlogstijd. Sta me toe om jullie mee te nemen via Petite Histoires, ter illustratie wat oorlog met je leven doet. Sta even stil bij Joke Emme uit Dongen, die nooit meer het beeld van haar moeder is kwijtgeraakt, die op zolder van het ene dode kind naar het andere was gekropen na een granaatinslag. Joke verloor 4 van haar broers en een zus. Sta even stil bij Mientje Proost uit Bergen op Zoom. Een jonge vrouw die 1000 gevaren te boven kwam. Ze droomde ervan verpleegster te worden. Maar de oorlog maakte een onverschrokken verzetsvrouw van haar. Als koerierster bracht ze valse bonkaarten, persoonsbewijzen en geheime info rond. Sta even stil bij de jonge Duitse weermachtssoldaat Karl Heinz Ross, die 2 kleuters onder zijn arm in veiligheid bracht. Wat tellen later werd zijn lichaam door een granaat uiteengereten. Sta even stil bij Titus Brandsma, die opgepakt werd en in Dachau bezweek. Als priester stapte hij op de trein om krantenredacties over te halen om NSB-advertenties te weren. Sta even stil bij onze Joodse inwoners uit Kuik. 7 van de 17 overleefden de oorlog doordat de gezinnen van Bram Cohen en Elkan Andriessen tijdig onderdoken. Onder andere bij de familie Smits in Vianen. Alle anderen werden gedeporteerd om nooit meer terug te komen. Sta even stil bij de dood van 6 jonge mannen in de leeftijd van 21 tot 25 jaar, die bij de verdediging van de Katwijkse spoorbrug in de rivier Kazemat omkwamen in de vroege ochtend van 10 mei 1940. Sta even stil bij de crash van een Amerikaans vliegtuig in Linden op 17 september 1945, nadat het deelnam aan Market Garden. De complete bemanning van het toestel en een parachutist overleefden het niet. Deze jonge mannen kozen niet voor zichzelf, maar voor onze vrijheid. Ze namen afscheid van hun familie en vrienden om ze nooit meer terug te zien. Al deze verhalen illustreren de vraag: wat doet oorlog met mensen? De vraag is simpel, maar de antwoorden heel divers en stemmen tot nadenken. Geschiedenisverhalen uit Wereldoorlog 2 zijn nog altijd tastbaar en voelbaar, dwars door generaties heen. Blijf ze vertellen ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers. Tot slot dit gedicht van Leo Vrooman. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. Dank u. Mag ik de wet horen, die wat zullen zijn nodig? Geachte aanwezigen, land van Kuikgenoten.
Met elk jaar dat verstrijkt wordt onze afstand tot de Tweede Wereldoorlog groter. Toch heeft bijna elke Nederlander een relatie met die Tweede Wereldoorlog. Of met andere oorlogen sindsdien. Voor de eerste generatie, de ooggetuigen, is het doorgeven van hun oorlogservaringen vaak een belangrijke vorm van verwerking. Maar ook een manier om kinderen en kleinkinderen, de volgende generaties, te waarschuwen voor het gevaar van oorlog. Ik neem u graag kort mee naar ruim 80 jaar geleden. 10 mei 1940. Nog voordat de meeste Nederlanders zich realiseerden dat het oorlog is, was Mil namelijk al het toneel van zware gevechten. Mil was voor de Duitse vijand een strategische plaats vanwege de peelraamstelling, een belangrijke verdedigingslinie. Om deze linie te doorbreken, zette de vijand onder meer een gepantserde trein en troepen in. Maar vlakbij Mil ontspoorde de panzertrein, omdat het Nederlandse leger een versperring van stalen balken had aangebracht. De gevechten die volgden duurden 2 dagen en gingen de geschiedenis in als de slag bij Mil. Ondanks de enorme en aanmerkelijk beter bewapende overmacht hielden de Nederlanders lang stand. Aan beide zijden vielen veel doden en ook de bevolking van Mil en omgeving heeft veel te lijden gehad van het oorlogsgeweld. Zo ook het gezin van Millenaar Willy Sweens. De dan 6-jarige Willy wordt op de 10e mei 1940 wakker door gebulder en vreemde geluiden. Ik werd wakker van knallen, aldus Willy Sweens. Onweer, dacht ik. Maar moeder roept dat het oorlog is. Willy hoort dat een Duitse panzertrein is ontspoord. Alle volwassenen weten dat ze volgens het evacuatieprotocol naar Uden moeten. Alleen dat kan niet, want de bruggen richting het westen zijn opgeblazen. Naar Wanrooij dan maar, de andere kant op. Zo gauw de Duitsers over de grens kwamen, zou de Milse bevolking richting Uden worden geëvacueerd, zegt Willy. Plotseling komen hier 's ochtends om 4:30 twee treinen aan met een bataljon zwaar bewapende Duitse militairen. De opdracht was de bruggen op te blazen. Nou, die werden de lucht ingeblazen. De mensen aan deze kant van het kanaal konden daardoor niet meer richting Uden. De Duitse militairen stapten uit de trein en begonnen de oorlog meteen. De mensen die daar woonden moesten in de loopgraven blijven en in hun eigen kelders. Dat was het begin. De evacuatie naar Wanrooij werd hals over kop ingezet. Ook Willy herinnert het zich. We liepen richting Wanrooij. Net buiten Mil kwamen we Janus de Groot tegen in zijn auto. Die had zijn familie weggebracht naar Wanrooij en vroeg aan ons moeder: zal ik jullie ook even naar Wanrooij brengen? Ja, nou, daar wordt dan geen nee tegen gezegd. Hoewel Willy als 6-jarig kind in Wanrooij wat tot rust had moeten komen, bleek dat ook hem de angst steeds meer bekroop. Dames en heren, tot zover het verhaal van ooggetuige Willy Sweens. Het verhaal toont aan dat de oorlog de meest ingrijpende bedreiging van onze vrijheid vormt. In een land in oorlog gaat die vrijheid in 1 klap verloren. Opeens word je bedreigd in de kern van je bestaan. Aan deze jaarlijkse herdenking bijvoorbeeld willen we zoveel mogelijk vast blijven houden. Herdenkingen die worden georganiseerd door burgers met verbinding in hun gemeenschap. Burgers met respect voor hun geschiedenis en voor de vrijheid waarin wij nu kunnen leven. Het is mede daarom dat precies op dit moment andere leden van het gemeentebestuur dezezelfde toespraak houden in een van de kernen van onze gemeente. Zo blijven we met elkaar verbonden. Met deze woorden komt een eind aan deze herdenking. U bent uitgenodigd om een kop koffie en even na te praten hier achter in het danscentrum Verhoeven. Voor degenen die gebruik willen maken van het theater naar de Dam, dat vangt om 2100 uur vangt dat aan. Ik dank u voor uw aanwezigheid en voor uw bijdrage aan deze 4 mei herdenking in Kuik. Ja, ik vind die ons er wel echt wel. Ik kijk